Hey, welkom in de derde video van deze videoserie rond de universele vlammen. Universele vlammen zijn er om ons lichtlichaam te voeden, te genezen en te balanceren. En door de evolutie van ons bewustzijn zijn we meer en meer verzonken in de materie, waardoor we genoodzaakt werden om ons te gaan voeden met groenten, fruit en later dan ook vlees en vis. Nu, in principe zijn we alle lichtwezens en kunnen we ons lichtlichaam voeden met de energie van voedsel. Dat betekent dus dat we in de hogere werelden geen voedsel meer eten, maar de energie gaan absorberen. En leven geeft als voorbeeld dat je van alles wat de planeet in overvloed aanbrengt, kan gebruiken om je lichaam te voeden. Maar daar is doorheen de jaren een disbalans en eigenlijk vergeten wat de echte reden is van eten. Namelijk het voorzien van energie aan ons fysieke, maar ook als energetische lichaam. Nu, hoe hoger je energie, hoe minder vast voedsel je nodig hebt. Een beetje het omgekeerde van wat je bij pasgeboren baby's doet. En dat betekent dus dat we eigenlijk opnieuw evolueren naar enkel voeden van ons lichaam met het licht. En daarvoor zijn de verschillende vlammen bestaar. Een tussentap zal zijn dat we, zoals in de hogere realms, de energie van voedsel overnemen op energetische wijze, in plaats van het daadwerkelijk op te nemen of te drinken. De vlammen zijn nu opnieuw beschikbaar gesteld op aarde als voor de ascensie. En door te werken met de vlammen kan je jouw groei in handen nemen, zodat jouw lichtlichaam en je lichaam zo zuiver mogelijk wordt. Tot op het punt dat jij zelf een zuiver kanaal wordt voor deze vlammen. En daarom is de aanwezigheid van tweelingvlammen ook heel belangrijk. Zij vormen de brug tussen de vlammen en het merendeel van de bevolking die eigenlijk nog te vast zitten in de materie en in de energie van de 3D. En doordat tweelingvlammen de vlammen en hun stralen wel al kunnen ontvangen, creëren zij hier en daar kleine openingen op aarde om nog meer licht te ontvangen. Maar daarom is het ook zo belangrijk dat tweelingvlammen aan zichzelf werken. Dat ze eenheid creëren in zichzelf en van daaruit in eenheid samenkomen, al dan niet met hun tweelingvlam of met een andere ziel. Maar in eerste instantie met een tweelingvlam. Want tweelingvlammen die samen in een heilige relatie zijn, die vormen een vortex. Een energetische poort voor nog meer licht dat naar de aarde kan gestuurd worden. Nu, ongeacht of je een tweelingvlam, een tweelingziel, een lichtwerker of wat dan ook bent, ik hoop dat je het belang van zelfontwikkeling inziet. Innerlijke werk doen, healen en trauma's transformeren is geen leuke bezigheid, al ik vind het wel, maar omdat het veel energie van je lichaam vraagt. Veel van je lichaam en je energie vraagt. Maar het is wel de moeite waard, want aan de andere kant van die brug ligt een hoger bewustzijn, even in overvloed, vrijheid en onvoorwaardelijke liefde. En die wereld is nog steeds hier op aarde. We gaan de aarde niet inruilen, maar de nieuwe aarde komt er doordat de mensheid gaat gaan leven vanuit een hoger bewustzijn, vanuit een ruimer bewustzijn. En keuzes en manifesteren hierdoor een nieuwe realiteit. En zie hoe dat alles samenhangt. Zie hoe dat jouw groei invloed heeft op het grotere geheel. En laat dat ook even bij je binnenkomen en luister dan naar wat jij mag gaan doen. Wat is jouw volgende stap? Weet dat het nu al voor jou beschikbaar is. Dus roep ze aan en verteund en beschermd wordt. In de vorige video vertelde ik je al dat we de vlammen gaan ankeren via ons lichtlichaam. En hierin speelt een cruciale rol. Dus de chakras, dat zijn immers giepunten of vortexen waar specifieke stralen binnenkomen. En die stralen voorzien ons van energie. Je weet misschien al dat de 7 hoofdchakras op ons fysieke lichaam verbonden zijn met de 7 hoofdstralen. En alle andere stralen en vlammen zijn ook verbonden met een andere chakra. Dus dat betekent dat je in staat bent om 12 vlammen te verankeren in jouw energie, als je geëvolueerd bent tot een 12-delig chakrasysteem en dus die 5 hogere chakras zich ook geopend hebben. Afhankelijk van de mate van jouw bewustzijn en het niveau van de evolutie, openen zich dus alsmaar meer chakras. En zo groeien we, of zullen we groeien, totdat er voor elke beschikbare vlam een energiepunt of een chakra is in ons energiesysteem. Natuurlijk zijn deze chakras niet allemaal even groot en liggen ze niet allemaal mooi op één lijn, zoals die 7 hoofdchakras of 12 chakras. Maar denk maar aan het lymfesysteem in ons fysieke lichaam. Misschien kan je dat ook googlen als je niet weet over wat het is. Maar dat is eigenlijk ongeveer iets gelijkaardigs in jouw lichtlichaam. Waarbij je een aantal grotere chakras en dan wat vertakkingen met kleinere chakrapunten en energiepunten. Op dit ogenblik zijn er al 36 chakras actief die verbonden kunnen worden met die desbetreffende vlam. En dat gaat allemaal automatisch, zonder dat we hierbij moeten nadenken.
want het speelt zich af in een fijn stoffelijke wereld, dus die 5D en hoger. Nu, voor alle duidelijkheid, nog niet iedereen beschikt over een energiesysteem van 6 chakras. Dat is ook verbonden met de mate van jouw eigen evolutie en je eigen innerlijke werk. Door met de vlammen samen te werken of te werken, openen volgende chakras zich naar aanleiding van de activatie van codes. En dat kan gebeuren door in contact te komen met iemand die de codes in zijn lichtlichamen heeft, wat dat vaak met klanten gebeurt die met mij samenwerken. En dat komt ook het meeste voor. Maar de activatie kan gebeuren via healing of via visualisatie en dus gebeurt eigenlijk altijd onder leiding van je hogere zelf. Bijvoorbeeld mensen die mijn boek gaan lezen, daar gebeuren er ook allerlei activaties in, omdat het boek eigenlijk geprogrammeerd werd. Mensen die transmissies en visualisaties of cursussen of trajecten van mij aanschaffen of gaan volgen of gaan bekijken, ook daar gebeuren er healingen en activaties. Nu, we kunnen nooit vanuit ons ego en ons eigen sturende chakras openen. En dat zorgt ervoor, dat is eigenlijk een soort bescherming, omdat we onszelf niet zouden voorbij lopen. En we dus we pas over die mogelijkheid kunnen beschikken, van zodra dat we ook het juiste bewustzijn, die nodige wijsheid en de juiste frequentie qua energie hebben. Naast het emotionele, mentale en energetische lichtlichamen, die de meeste mensen nu al kennen, zijn er ook hogere lichtlichamen. En de activatie van deze verschillende hogere lichtlichamen is er enkel met als doel om te groeien en te evolueren naar een kristallijne lichaam. Nu, dat is minder vast dan het carbonen lichaam dat we altijd gekend hebben. Nu, tijdens deze stap in je evolutie kan je ook met de vlammen werken om alle stukken van je energie te integreren. Betekent dat, er zijn verschillende tijdslijnen waarop deeltjes van je oorspronkelijke energie ervaringen aan het opdoen zijn of ervaringen hebben opgedaan. Door alles te integreren en de verschillende tijdslijnen te laten samenkomen in dit leven, kan je de beste versie van jezelf neerzetten ten dienste van de missie die je hier nu hebt. En ik wil nogmaals bedenken dat het niet nodig is om te weten met welke vlam je moet samenwerken, maar voel en vertrouw dat dan zou je telkens doen wat voor je goed is. En ook voor het hoogste goed van iedereen die al dan niet betrokken is, het maken van je keuze in jouw pad en jouw weg dat je te gaan hebt. Zo, dit was het voor deze derde video. Zoals beloofd gaan we opnieuw een kaart trekken met de universele vlammen orakelkaarten. En dan vraag ik aan de vlammen welke boodschap dat we hebben voor vandaag. Eén. En ik voel dat er nog komen. Ja, vandaag zijn er 2 boodschappen. En dat sluit eigenlijk ook weer perfect aan bij wat we aan het spreken zijn. Je lichaam wordt gevoeliger naarmate je bewustzijn verruimt. En dat is ook zo. Jouw fysieke lichaam komt eigenlijk altijd een beetje... loopt eigenlijk achter jou aan als het gaat over je ontwikkeling. Dus dat betekent dat het soms er dagen zijn dat je beter jouw voeding wat aanpast, dat je meer gaat gaan rusten, dat je jezelf meer afschermt, dat je inderdaad misschien gewoon meer tijd voor jezelf voorziet, zodanig dat je jouw lichaam de kans geeft om die hogere energieën te gaan integreren. En naarmate dat jouw energie, dus eigenlijk je lichaam geankerd wordt in die hogere energieën en vanuit die hogere energieën ook meer gegrond bent, dan ga je merken dat je eigenlijk niet meer zo gevoelig bent aan op een negatieve manier gevoelig bent aan alles om jou heen. Voedsel, mensen, andere energieën. Omdat je lichaam zich dan heeft aangepast en eigenlijk opnieuw verankerd heeft. Hou er ook rekening mee dat je regelmatig je grondingscode optimaliseert, zodanig dat eigenlijk je wortels, die verbinden met de kern van de aarde, sterk genoeg zijn voor je hogere energie hier nog op aarde te houden. Dus dat is heel belangrijk en ook altijd een van de eerste zaken dat ik leer aan mensen die met mij samenwerken. Excuseer, een tweede boodschap is, jij bent al wat is en al wat is ben jij. En ook dat is weer verbonden met het eenheidsbewustzijn. Hoe meer je beseft dat je verbonden bent met alles om je heen, of het nu een plant is, een boom, zelfs een computer, andere mensen, dan ga je veel beter gaan begrijpen wat de zin is, of wanneer ik zeg van dat alles in jouw realiteit, in je buitenwereld, een weerspiegeling is van de balans of disbalans die in jou aanwezig is. Want jij bent al wat is en al wat is ook jij. Dus als jij zaken ziet in iemand anders waar je je aan ergert, kijk dan wat stuk
in jou daarin weerspiegeld wordt. Ook omgekeerd, als je benijdt of als je zegt van oh wauw, die kan dit of dat goed, dan is dat eigenlijk ook iets die al reeds in jou aanwezig is, maar nog niet voldoende ontwikkeld is. Dus ook daar kan je dan ook weer mee aan de slag gaan. En zo gaat spirituele ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling in zijn werk. Zo, in de volgende video ga ik iets dieper in het healen met vlammen, zodat je ook daar weer meer in krijgt en zelf aan de slag kan gaan.